Wij pakken ook onze MP5 erbij. De politie is daar in Nederland ook natuurlijk mee geïssued. Oké. Meneer, houd de handen omhoog, oké? Ik kom daar binnen om me aan te houden. Oké, bij elke verdachte beweging wordt er geschoten. Oké, gaat u maar liggen. Oké, eerst gaan we dat wapen secure. There we go. Wacht even tot onze collega's aanwezig zijn. Oké, bij elke verdachte beweging wordt geschoten, meneer. Al mijn collega's ook binnen. Weet ze niet waar ik ben. Kennen ze deze store niet. Dat kan natuurlijk ook nog. Oké, ze blijven daar buiten staan. Dan gaan wij hem nu gewoon aanhouden. Ik vind het wel jammer dat ze niet naar binnen komen. Dat is wel iets realistischer geweest. Maar ja, oké. U bent aangehouden, meneer. U mag meelopen naar de auto. En dan wordt u daarna... U kan uw handen weer omlaag doen, hoor. Alles komt goed. Hier krijgt u nog een nummer voor slachtofferhulp. Die kunt u altijd bellen als u daar belang bij heeft. Go. Yo mensen, tof dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van mij, Joey aka Killa J. En vandaag is het weer tijd om op pad te gaan met de Nederlandse politie in natuurlijk GTA 5 LS PDFR. Het poppetje staat al klaar, dus laten we op select en exit drukken en dan kunnen we gelijk aan de slag gaan. Ik hoop dat het vandaag weer een boeiende patrol wordt. Ik weet niet wat we vandaag allemaal gaan tegenkomen natuurlijk. Oh, dit is even het stukje dat hij altijd even een beetje vastloopt omdat hij dan geladen is. Er is een nieuwe version. Oké, het is een nieuwe versie. Michael staat hier nog steeds. Hallo Michael. Doei Michael, ik ga aan het werk. Oké, laten we een auto gaan pakken en laten we gelijk op patrol gaan. Het is regenachtig weer, dus hopelijk hoeven we niet te veel uit de auto vandaag. Hopelijk kunnen we het allemaal vanuit de auto gaan regelen. En laten we direct eens gaan kijken of de meldkamer nog iets voor ons te doen heeft. Een AMPR hit. Drugs, oké. We hebben het al een tijdje niet meer gedaan. Ik vind ze niet zo super tof. Omdat je echt moet opletten of er ook drugs gedropt wordt en al die bullshit. Maar misschien maakt dat het vandaag iets boeiender dat we hem wel gaan doen. Dus we gaan eens kijken... Of drugs being transported internationally is appropriate caution. Oké, dus we moeten hem eerst aan de kant zetten. En dan moeten we ID-kaart vragen en al die bullshit om te kijken of het wel daadwerkelijk... Oh, er zijn... Oh. Here we go. Oké, ik heb de suspect gesignaled om te stoppen. We gaan gelijk kijken of hij dat ook gaat doen. Of hij naar ons gaat luisteren, ja of nee. Dat is natuurlijk altijd even de vraag. Als hij niet wil luisteren en hij er vandoor gaat... Dan wordt het dus hard werken. En dan moeten we ook allemaal knopjes indrukken om de drugs die hij op de grond gooit dan te kunnen vinden. Maar het kan ook zijn dat hij onschuldig is. Die kans is er ook nog altijd. Laten we gelijk even een playcheck doen. Zo. Dan weten we gelijk wie de eigenaar van de auto is. Oké, hij gaat er vandoor. Press 9 to mark any dropped items. Oké, press 9 to mark drop items. Dus even kijken hoor. Hij mag dus niks droppen. Oké, kijk met me mee, dames en heren. Als die drugs uit zijn raampje dropt, dan moeten we dat dus marken. Oké, zet de auto gewoon aan de kant, meneer. Je ziet al dat je geen kant meer op kan. Oké, ik heb een manoeuvre gedaan. Dat heet tegen de achterkant van de auto aan tikken, zodat de auto in de spin raakt. Oké, dit was een behoorlijk makkelijke AMPR win. Normaal zijn ze wel iets moeilijker. Oké, mevrouw, gaat u maar op de grond liggen. U bent gepakt. Oké, u kunt nergens meer heen. Helemaal top. Oké, deurtje dicht van de auto. Oh, kunnen we de deur dicht doen? Ja, de deur kan dicht. Helemaal top. Ik zal alleen nog maar even de handboeien om. En dan kunnen we haar in de auto zetten om haar terug te brengen naar het politiebureau. Nou, volgens mij heeft ze geen drugs gedropt. Did you see any drug dealing evidence being disposed of? No. Ik hoop dat ik het goed heb. Het kan dus zijn dat er ergens nog een dikke blok cocaïne op de grond ligt. Oké, presented zero pieces of evidence. The driver found guilty of. Oké, waar is ze guilty van? Dangerous driving and resisting arrest. Dus we hebben haar niet kunnen pakken voor drug dealing. Dat is wel een beetje jammer. Carrier Bell was jailed for a total of 2 years. As a result. You unfortunately missed one piece of evidence. Nou, dat heb ik dus niet gezien. Zet het in de comments als je wel zag waar het gedropt werd. Dan gaan wij nu natuurlijk door. Zet er even een minuutje bij. Zo van, in deze minuut van de video werd de evidence gedropt. Kunnen we het even terugkijken. En dan voor de volgende keer, weet je, dan weet ik wel wanneer ik hem moet droppen. Natuurlijk moet deze vrouw nog wel even naar de jail gebracht worden. Dus die krijgt u nog voor het droppen van die evidence op de grond. Oh, volgens mij is ze dood. Attention unit 1, Lincoln 18.
Wat een occupant wanted. Oké, weet je wat? We gaan gewoon even die ook nog doen. En dan bij deze laten we het. En dan gaan we daarna andere calls doen. Oké, we doen nog één NPR hit. Omdat die, ja, ze zijn op zich wel een beetje veranderd. Ze zijn natuurlijk wel iets leuker geworden nu. Vind ik dan. Want in het begin was het echt heel buggy en zo. Maar het werkt nu wel ietsje beter. Alleen vind ik wel dat ze heel veel wegrijden. Dat is ook de reden dat ik het niet meer deed. Je kunt ze niet echt aan de kant zetten en een praatje gaan maken en... Hallo en bladibla en wie zijn de inzittenden en dit en dat en zus en zo. Ze rijden gewoon gelijk weg. Oftewel, ze zijn gelijk guilty gewoon voor resisting arrest. Dus, weet je, het was leuker geweest als we een stukje roleplay erbij konden doen. Maar ja, dit gaat amper. Oké, de auto rijdt hier zo. En deze occupants zijn wanted als het goed is, dus... Ook gelijk een paycheck erbij. Kijk, dit bedoel ik dus. Hij gaat er gelijk vandoor. En dat vind ik wel een beetje jammer. Oké, we hebben een backup erbij gehad. Je kan niet door mijn auto heen, vriend. Oké, warrant for registered owner. The registered owner is Marshall Hartley. Oké, dus hij heeft al een warrant uitstaan. Dus als we hem te pakken krijgen, kan hij gelijk naar de court. Oké, stap uit de auto, meneer. We've got a suspect fleeing a crime scene in El Barro Heights. Oké, kom op. U kunt gewoon meewerken nu. Dan is er niks aan de hand. Dan stappen we in de auto en dan kunt u meerijden naar het politiebureau, oké? Het kan ook verkeerd aflopen door nu weg te rennen. Dan ben ik genoodzaakt u in de been te schieten. Oké, helemaal top. Handjes op de rug. There we go. Arrest nummer 2 alweer van de eerste episode. En we zijn in het totaal nog maar 5 minuutjes bezig. Dus dit gaat de goede kant op. Vriend, uit de auto nu. Uit de auto. Oké, hij is gebukt. Hij was gebukt, oké. Ik kon er niks aan doen, anders ging de game waarschijnlijk crashen. Dus ik moest het even doen. We hebben ondertussen wel een supermarket robbery. En dat is wat anders dan die ANPR hits. Dus laten we daar gelijk op afgaan. En eens gaan kijken of we daar op tijd bij kunnen komen. En misschien de robber dit keer levendig mee kunnen nemen. In plaats van dat we hem moeten doodschieten, oké. Dus net was de game gebukt, vandaar dat ik hem in zijn gezicht sloeg. We doen gewoon net of we hem naar het politiebureau hebben gebracht. En dat hij netjes in de cel zit. Het is tenslotte maar een poppetje van GTA 5. Oké. Dit is de supermarkt die nu geroepen wordt, als het goed is. Oh, fuck. Ja, vriend. Het is niet handig, hè? Politieagent met een wapen slaan. Kom op, werk nou gewoon mee. Oké, ga maar op de grond liggen. Deze man wordt aangehouden voor... het aanvallen van een politieagent en die andere man. Ja, ik moest wel schieten. Hij richtte zijn wapen op mij. Ik kon wachten, maar dan had ik waarschijnlijk er zelf een kogel door mijn hoofd heen gehad. We zetten deze man even in de auto. Dan gaan we hem nog even geruststellen. En dan kunnen we deze meneer naar het politiebureau brengen. En dan is dat onze eerste officiële arrest. Dus laten we deze man even in de auto zetten. Zo, there we go. Dan deze man nog even geruststellen. Is er verder... is alles goed? Wacht, we moeten natuurlijk ook even een corner search voor hem regelen. Want hij kan natuurlijk niet de hele dag in deze store blijven liggen. Als ik u was, zou ik de store sluiten. U kunt uw handen omlaag doen hoor. Alles is nu verder goed. Ik hoop dat als u slachtofferhulp nodig heeft, kunt u dit nummer bellen. En dan wens ik u nog een hele fijne dag, ondanks wat er gebeurd is. Ik hoop dat u verzekerd bent voor de winkel. En dan wel thuis, meneer, wel thuis. Als u nog iets nodig heeft, kunt u mij altijd bellen. Oké, there we go. Oké, die mensen die net in de ding kwamen, die zijn wanted for a shootout. Maar wij moeten eerst deze meneer naar de jail brengen. En die zit daar zo. Dus laten wij daar eerst heen rijden. Voordat we iets anders gaan doen. Want deze meneer moet eerst netjes in de cel komen. Die mag even, in het dronken is of zo. Die moet maar even zijn roes uitslapen of zo. Ik weet niet. Hij sloeg mij zomaar. Terwijl, ja, ik snap wel dat hij bang was voor mijn wapen. Maar kom op, ik ben daar op official police business. Dus dan hoor je mij niet in mijn gezicht slaan. Deze man die mag zich gaan verantwoorden voor een rechter. Denk ik, de komende dagen. Oké, laten we hier nog even naar rechts gaan. En dan hier nog even naar rechts. En dan zijn we er alweer. Let's go. Hey, deze man is ook dronken. Holy shit. Beetje dom om het voor een politiebureau te doen. Oké, meneer, u mag uitstappen. Stapt u maar uit. En een beetje snel, hè. U heeft mij in mijn gezicht geslagen, dus loopt u maar snel mee. There we go. Oké, dan moeten we hier naar beneden. Dan kunnen we hem in de cel stoppen. Meneer, kom op. Even doorlopen. Het is niet uw tijd nu, hè. Het is nu tijd van de staat. Tijd van de overheid. Het is belastinggeld wat dit kost.
Dus loopt hem maar mee. There we go. En dan mag hij hier in een klein celletje met twee bedden. En dan mag je ook nog kiezen of je boven of beneden wil slapen. Ik zal voor boven gaan. There we go. En ja, op naar de volgende call. Als we die nog gaan krijgen. We kunnen natuurlijk ook nog wat verkeerscontroles gaan doen. Eerst even de auto fixen. Dus zodra we een call krijgen, ben ik bij jullie terug. Oh, dames en heren, we hebben weer een robbery. Hopelijk krijgen we hem nou wel gewoon naar buiten en niet direct dat schieten. Dus wat ik nu ga doen, denk ik, is gewoon die winkel binnen rushen. En het hopen op het beste. Ik kan natuurlijk ook buiten wachten tot hij klaar is met het robben en hem dan verrassen vanaf buiten. Misschien is dat iets beter, maar we gaan er eerst snel heen. Als we daar zijn, hadden we er wel backup bij. Eerst moeten we daar snel zien te komen. Oké. Even kijken hoor, waar zit de store? Zit aan de andere kant. Dit is de store. Ja, dit is de store. Oké, laten we er eerst twee local patrolions bij halen. Het is denk ik ook wel handig als we zelf even een wapentje erbij pakken. Hij heeft een automatisch wapen zoals je kunt zien. Dus wij pakken ook onze MP5 erbij. De politie is daar in Nederland ook natuurlijk mee geissued. Oké. Meneer, houd de handen omhoog, oké? Ik kom daar binnen om aan te houden. Oké, bij elke verdachte beweging wordt er geschoten. Oké, gaat u maar liggen. Oké, eerst gaan we dat wapen secure, there we go. Wacht even tot onze collega's aanwezig zijn. Oké, bij elke verdachte beweging wordt er geschoten, meneer. Waren mijn collega's ook binnen? Of weten ze niet waar ik ben? Kennen ze deze store niet? Dat kan natuurlijk ook nog. Oké, ze blijven daar buiten staan. Dan gaan wij hem nu gewoon aanhouden. Ik vind het wel jammer dat ze niet naar binnen komen. Dat was wel iets realistischer geweest. Maar ja, oké. U bent aangehouden, meneer. U mag meelopen naar de auto. En dan wordt u daarna... U kan uw handen weer omlaag doen, hoor. Alles komt goed. Hier krijgt u nog een nummer voor slachtofferhulp. Die kunt u altijd bellen als u daar belang bij heeft. There we go. Get in the car, mate. Get in the car, mate. There we go, hij zit in de auto en we gaan hem ook met high speed terugbrengen naar de jail. Want we willen onze jailcel vandaag natuurlijk zo goed mogelijk gevuld hebben. Oké, okay? We willen eens kijken hoe vol zo'n jailcel kan. We stoppen ze gewoon allemaal in één jailcel. Ik hoop dat ze er ook in blijven zitten. Want soms spannen de games dan automatisch over naar de andere jailcel. Maar we gaan het zien. Oké, daar reden we bijna tegen iemand aan volgens mij. Maar dat maakt niet uit, het blijft een game natuurlijk. Here we go, naar links en dan zijn we er alweer bijna. Even kijken hoor, het is hier volgens mij om de hoek. En there we go. We zijn er. Oké, snel naar binnen. Sirenes kunnen nou wel uit. En dat wil ik ook nog even zeggen. Als je me nog niet op Twitter volgt trouwens. Het is natuurlijk vakantie nu, dus het kan af en toe een keertje zijn dat de video later is. Of niet is, op een dag. Dan kun je dat allemaal te weten komen via Twitter en Instagram. Links staan in de beschrijving, dus check dat ook even natuurlijk. En mijn tweede kanaal. Er komen binnenkort ook weer video's op. Dus mijn Engelse kanaal. KillerJ Plays. Staat ook in de beschrijving. Dus kun je natuurlijk even op abonneren als je dat zou willen doen. Zal ik dat super tof vinden. Dan zet fijn nu deze guy ook bij die andere guy in de cel. Want we hebben nog genoeg ruimte. We hebben nog genoeg ruimte. Dus loop maar mee meneer. Loop maar mee. Ik heb hier een mooi stelletje voor. Kijk, dit bedoel ik dus. Hij zit nu al in deze cel. Oké, mag je hier naar binnen meneer? Komt zo iemand bij u om de bivakmuts te verwijderen. En is het zo moeilijk om een cel naar binnen te lopen? Oké. Loop dan maar naar deze, oké? Als je niet in die wil, als je echt te bang bent, dan mag je in deze. Kom maar. Ja, goed zo. Oké, helemaal top. Er komt zo iemand bij om foto's van je te nemen en je bief ook mis te verwijderen. Bladibladibla. Oké, dus blijf vooral daar zitten. Daar kun je achter je, kun je pissen. Wat heb je in je hand? Oké, je zit gewoon met je nagels te spelen. Oké, laten wij dan verder gaan met de patrol. En kijken of er nog meer gruwelijke calls zijn voor ons. Want ja, we willen natuurlijk veel criminelen oppakken vandaag. Want we willen Los Santos natuurlijk elke dag weer een stukje veiliger maken. En ja, let's go to the next one. Let's go to the next one. Oké, eens kijken, waar kunnen we heen, waar kunnen we heen? Is er nog iets te doen? Ik weet dat ik veel te snel rijd, maar dat is mijn rijstijl. Kijk, kunnen we mooi door die bochtjes heen driften zo. Oh, niet tegen die auto aan knallen, Joey. En dan gaan we even door de tunnel en dan gaan we kijken aan de andere kant van de tunnel of daar wat te doen is. Dan gaan we even kijken aan de... Nee, grapje. Ik ga dat niet knippen. Het was gewoon een ongeluk. Daar moet ik aan wennen. Ik moet beter leren rijden. Dan komt alles helemaal goed. Oké, eens even kijken. Is hier nog wat te doen? Laten we de meldkamer eens vragen.
Nee, ik zou 2 NPR's doen. Nee. Traffic stop backup. Dat wil ik wel doen, want dat hebben we nog niet gedaan vandaag. Dus laten we die kant op gaan. Het is als het goed is vlakbij. Oké, eens even kijken hoor. Hopelijk wordt hij niet beschoten. Ik doe het wel altijd een beetje extra snel. Want het kan zomaar zijn natuurlijk dat hij in één keer onder vuur komt te liggen en dat hij dan in problemen zit. There we go. Traffic stop backup. We zijn aangekomen. Laten we here we go. Oké, hij is down. Gelijk het wapen veiligstellen. Holy shit, ik zag hem dat wapen pakken. Ik dacht, boom, gelijk wegspringen en het vuur openen. Maar het ziet er nou uit dat dit de enigste man is. Dus laten we gelijk even een corner service erbij halen. Kijk hoeveel agenten er reageren. Officer under fire, gelijk 10 agenten. Super nice. Het zijn er geen 10, dat weet ik. Het zijn er 5 of 1, 2, 3, 4. Het zijn er 4 in totaal. Oké, maakt niet uit. Ik ben niet zo goed in heel snel, super snel tellen. Maar dat maakt niet uit, oké? Het ging om het idee. Oké, laten we verder gaan. Er komt een tow truck aan voor die auto. Ik heb verder ook geen zin om bij de corner service gedoe te blijven. Want wij hebben nog veel meer te doen vandaag. En dit kan afgehandeld worden door onze collega's. Ik bedoel, wij zijn zwaar bewapend vandaag. Dus laten we daar dan ook gebruik van maken om de zwaarste criminelen te stoppen. Oké. Laten we gaan kijken of er nog wat meer te doen is. Dit is 5475 en meldkamer. Is hier nog wat te doen? Ja, er is een gas station robbery. Daar gaan we wel even kijken. Oké. Er is een robbery gebeurd. Laten we zo snel mogelijk erheen gaan, want dan is de crimineel nog niet zo heel ver weg. En het is natuurlijk altijd wel irritant als die gelijk al super ver weg is. Dus, zoals in de vorige aflevering. Toen was die al heel ver weg. Toen moesten we bijna een hele fucking map door om nog bij hem in de buurt te kunnen komen. Oké, hier snel tussendoor. Zo. En dan is het hier zo. Deze gas station. Oh, er is zo'n robbery. Laat je gun vallen. Ja. Dat ging maar net goed. Ik dacht dat het een gas station robbery was van die auto die we moesten gaan zoeken. Maar dit was een winkel robbery. Oké, dat ging maar net goed. Want ik rende ook al zo naar binnen zo van holy shit. Maar laten we dat wapen gelijk even securen. Dat we voor hem een corner service erbij hadden. En u mag uw handen omlaag doen, mevrouw. Het is allemaal geregeld, oké? Het komt allemaal goed. Wij moeten er weer vandoor gelijk. Het spijt me. Er komt zo meteen komen de dokters aan en daar kunt u nog mee praten. Oké. Dat ging niet helemaal als gepland. Maar gelukkig is het gefixt. Oké, op naar de volgende robbery. En ik denk dat dit niet echt terrein is waar ik moet zijn. Want dit is gang territory. Dus hier gaan we heel snel weg. Want daar willen we helemaal niks mee te maken hebben. We gaan wel even snel deze auto controleren. Want we willen natuurlijk weten of deze auto gang-related is. Het ziet er wel uit dat er mensen met gang-colored kleding... Nee, dat heb ik fout. Expired registration. Oké, die gaan we wel even een bon geven. Je mag je auto even aan de kant zetten. En ja, mag ook midden op de weg. Ik hoef alleen maar even een bonnetje uit te schrijven. Continue. Oké, het ziet er naar uit dat uw registration is verlopen. Dus die moet u even vernieuwen. Ik krijg wel een bon van mij. Voor no insurance, oké? Want u bent niet verzekerd als u niet geregistreerd bent. Dus hier gaat u. Ik hoop dat u verder nog een fijne dag heeft. En rij voorzichtig, meneer. Rij voorzichtig. En regel het, hè. Regel het met die auto. Oké, dat is gefixt. En wij kunnen gelijk weer door. Want er is waarschijnlijk nog veel meer te doen. Dit is 9745. Petrol theft, die gaan we niet doen vandaag. Traffic stop backup vind ik nog wel leuk. Traffic stop backup vind ik nog wel leuk. Dus laten we daar gewoon gelijk op afgaan. Hopelijk is het niet weer zo gek die gelijk een wapen trekt. Maar dat we gewoon echt even een leuk gesprekje kunnen hebben met een collega. In plaats van dat we gelijk moeten knallen. Oké, hier is nog naar rechts. En dan staat hij op deze weg hier beneden volgens mij. Staat hij hier beneden op de weg? Of? Nee, hij staat in deze straat hier zo. Oké, dat is allemaal prima.
Oh mijn god. Ze ligt met het hoofd op het stuur. Dat kan echt niet hoor. Dat kan echt niet. Oké. Snel omdraaien. Achter deze auto te komen staan. En dan gaan we gelijk even vragen wat er aan de hand is. Ik houd dit keer wel mijn wapen bij me, want je weet het maar nooit. This person was all over the road. I spotted him and pulled him over. I'm going to see what the deal is. Please hang around for a minute. Bladibla, oké. Okay. Ik ga dit keer wel zo'n beetje gebukt achter het raam staan, want je weet het maar nooit. Je weet het maar nooit, oké. Okay. Here we go. Gaat alles goed? Heb je daar mijn hulp voor nodig? Oké, wacht. I could smell alcohol on the driver's breath. Oké, okay? I don't have my breathalyzer with me though. Could you breathalyze the driver for me? If they're over the limit, arrest them. Oké. Okay. Zou je even willen blazen in mijn blaaspijp? Here we go, blaas er maar even in. Piep, 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 piep. Oké, okay, there we go. U mag even uit de auto stappen, oké? Okay? U heeft te veel gedronken. U bent aangehouden. U heeft te veel gedronken. U bent aangehouden, oké? Okay? Ja, goed zo. Ga maar liggen. Ga maar liggen. Fijn dat u meewerkt. Fijn dat u meewerkt. There we go. U bent niet tot antwoorden verplicht. Alles wat u zegt kan tegen u gebruikt worden. U hebt het recht op een advocaat. Als u die niet kunt betalen, dan kunnen wij... Of als u geen advocaat heeft, bladibla, dan kunnen wij eentje voor u aanwijzen, oké? Okay? Ik weet niet precies de Nederlandse shit. Maar ja, loopt u maar mee. Dan mag u in de auto stappen. Uw auto wordt weggesleept. U mag in de auto en dan brengen we u naar het bureau toe. En daar gaan we nog even een beetje een accuratere blaastest bij u afnemen. Dus stapt u maar in. Goed zo. Deurtje dicht. There we go. En op naar het politiebureau. Want deze man moet natuurlijk ook gewoon netjes afgeleverd worden bij het politiebureau. Anders zijn wij geen nette agenten. We kunnen hem natuurlijk ook achter in een straatje meenemen en een kogel door zijn hoofd schieten. Maar dat hoort niet zo. Dus dat doen wij niet. Oké. Okay. Klein ritje naar het politiebureau. En dan is deze man ook weer afgeleverd. En dan is het ook alweer bijna nacht. We zijn alweer 22 minuten onderweg. Oké, dus we gaan nog hierna één call doen, denk ik. En dan is het voor vandaag ook wel weer gebeurd. Want het is inmiddels volgens mij alweer 1 uur 's nachts of zo. Dat ik dit aan het opnemen ben. Yep, yep, yep. ik ga veel te lang door met YouTube. Oké, hier moeten we zijn. Maar het komt nu voornamelijk ook omdat het zo warm is buiten. Hier moeten we zijn, dus laten we hem nog even afleveren. De collega's kunnen dan nog een blaastest bij hem afnemen. En dan kunnen wij nog even één call gaan doen. En dan na die call... Stap eens uit. Als ik de deur open doe, betekent dat jij uit moet stappen en niet in de auto moet blijven zitten, oké? Okay? Kom op. Kom. Hou maar mee. Hier moet je heen. Eens kijken of we nog een celletje vrij hebben voor jou. Zitten allebei nog in de cel. Kun je het zien? Organized street race gaan we toch niet doen. Ik ga jou bij deze meneer inzetten. Kom maar. Nee, je wil niet. Oh mijn god, waarom willen ze niet bij elkaar in? Oké, kom maar in de middelste cel dan. Kom maar hier. Dat kan je wel, gelukkig. Oké, deurtje weer dicht en deurtje op slot. En heel veel plezier. Oké, we gaan nog één call doen. Solicitation is ook niet zo leuk. Dat is een beetje, ja, we moeten kijken of het een vrouw is die betaalde seks doet. Dat mag natuurlijk niet op straat. Maar dat gaan we niet doen. Dat gaan we zeker niet doen. Laten we even op X drukken. Ook naar Street Race. Person with a knife. Die is wel leuk om de dag mee te eindigen. We moeten alleen daar wel over de brug voor. Even kijken of we hier zo snel tussendoor kunnen. Dat kan. En dan kunnen we hier zo over de brug. En aan de andere kant moet het zijn. Moet ook even groot licht aan doen. Zien de mensen ons een beetje beter aankomen. Oké, even kijken hoor. Suspect reportedly stabbing a victim. Respond. Copy that. Moving right now. Oké. Meneer, laat het wapen nu vallen. Laat het wapen nu vallen. Oké, ik heb hem een keer in zijn been geschoten. Hij heeft iemand natuurlijk neergestoken. Oké, ga liggen, meneer. Ga liggen, meneer. Ik kan er ook geen IMS bij halen. Fuck. Zo. Oké, die man is aangehouden. Kunnen we er al... Local EMS unit nu, snel. Laten we maar even zitten.
Oké, laat u maar even zitten. Als deze man dood is, executeer ik hem gewoon. Het is toch het einde van de video. Als deze man niet meer gered kan worden, dan krijg je een headshot, vriend. Dus ik hoop voor je dat hij nog gered kan worden, want anders wordt het een headshot. Anders wordt het een headshot. Kijk hem kijken, jongen. Hij is boos. Hij is boos. Hij is boos, maar daar kan ik niks aan doen. Oké, kom snel. Hier zo. Oké, hij ligt hier. Aan het bloeden. Kun je hem nog redden? We did all we could. Oké, hij kan niet meer gered worden, dus dan doen we het maar zo. They did all they could. En dan is dit ook het einde van de episode. Ik hoop dat je hem leuk vond. Ik vond hem in ieder geval wel weer tof om te doen. Laat natuurlijk even een blauw duimpje omhoog achter als je hem tof vond. Vergeet ook niet even te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Check ook mijn tweede kanaal, KillerJ Plays. Link staat in de beschrijving. En volg me even op Twitter, Facebook en Instagram. En dan check ik jullie allemaal bij de volgende video. Link staat in de beschrijving. En ik zie jullie morgen. Iedereen bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Laters.